Hier rechts bovenaan, zie je het daar? PP, maar het is heel klein, zoom eens in. Ja, kijk, daar, PP, hè, dat is het symbooltje, het tekentje voor product placement. Dat wil dus zeggen dat een bedrijf betaalt om zijn merk in die serie in beeld te krijgen. Dus dan weet je, hè, als het merk Lexus in beeld komt, ja, op een auto of zo, dat is dan product placement. Ja, en dat is geen reclame. Nee. Het verschil is, bij reclame zet je zeker dat je product positief in beeld komt. Mm. Bij product placement neemt je als merk wel een risico. Ja. Ja, je weet niet wat die scenaristen met je product gaan doen. Nee. Weet het al, onze Ronnie heeft nieuwe ramen laten steken. Ah ja? Van Bellisol. En schoon dat dat zijn. Ja. En goed afgewerkt. Je kunt niet geen oven in. Ronnie? Ah, Van Reun. Iets gebeurd. Ja, er is een lijk gevonden van de oude vent. Hij is uit venster gevallen, met raam en al. En het was net geplaatst. En dan? Er zijn toch wel meer dingen met een constructiefout? Ja, maar je had een dikke levensverzekering. Ja, sorry. Een dikke levensverzekering? Gaat het om veel geld? Of is het gewoon eentje van Fortis? Nee, chef. Een echte levensverzekering. Zo een waar dat geld mee trekt en zo. En weet je wie dat er trekt? Bob, de schoonzoon. Ik maak een printje van het contract. Nee, ik moet opnieuw opstappen. Dat duurt niet langer, 5 minuutjes of zo. Ik heb het gevoel dat er iets schort. Ik zal die maatschappij al eens bellen. Oei, even opladen. Daar wachten we niet op. Ik ga eens kijken. En? Hé? Ja, nee, nog 2 minuutjes. Hopelijk. Sorry, Bram. Het is mijn verjaardag. Dat is goede koffie. Ah ja, die is niet van een merk, hè. Merk? Van wat merk was dat aan? Belisol. Belisol? Directeur. Het was gewoon een slecht raam. Oké. Voilà, dit was weer Zorgen van de Zendtijd. Tot volgende week. Joe.